bereid jij je voor op een belangrijk toernooi? Nou, net als vandaag, daar heb ik me niet echt geestelijk op voorbereid of zo. Omdat het is maar één dag en het is gewoon een leuke wedstrijd. En het is leuk om mee te doen, leuk om ervaring op te doen. Maar als het meerdaagse wedstrijd is, dan, ja, dan van tevoren train je natuurlijk sowieso heel erg veel. Maar ook, ja, je gaat eventjes van tevoren in de vrachtwagen zitten, even ontspannen. Een keer je proef misschien op de video nog een keer kijken. Nog een keer de belangrijke punten, je proef nog een keer doornemen. Ja, dan moet het wel, zover zijn, denk ik. Tommy en Angst zijn mijn trainer, die zijn eigenlijk alle twee super nuchter. Dus die zeggen dan elke keer van, nou, dat is niet zo gek. En waarvoor doe je nou zo en waarvoor maak je er zo'n poeha van? En nou, ik dat steeds meer begin over te nemen, dat, die eigenschappen van hun, dat ze zo, zo weet je, al makkelijk kunnen relativeren. En gewoon kunnen denken van, nou, weet je, doe gewoon je dingen, het is je hobby en je hebt niks te verliezen. Krijg ik wel steeds minder dat ik denk van, het moet. En dat is ook de reden, denk ik, waarom het nu steeds een beetje beter gaat. Omdat ik gewoon voor mijn gevoel het niet meer hoef te doen voor de buitenwereld, maar steeds meer voor mezelf. En denk van, weet je, ik moet gewoon lekker rijden zoals ik thuis heb, dan komt het vanzelf goed. Ik ben van mezelf niet zo heel erg paniekerig. Ik ben best wel nuchter, denk ik. Ik ben ook vrij rustig. Dus meestal als er iets fout gaat, dat zei ik net als vanochtend nog, omdat mijn moeder dan niet bij was, dacht ik van ja, luister, het is allemaal heel erg leuk. Iedereen wil de beste zijn, iedereen wil goed rijden. Maar het is wel gewoon sport en er zijn nog heel veel andere dingen in het leven. Je moet wel een beetje relativeren. Hè? Dus het is heel belangrijk, maar als er iets misgaat, dan kan altijd nog erger. Dus dat probeer ik mezelf maar voor te houden. En dan komt het helemaal goed. Word ik vanzelf rustig. Ik denk wel dat ik ijdel ben, ja. Ja. Ik denk het wel. Maar hoe uitziet dat dan? Nou, ik wil wel altijd gewoon verzorgd uitzien. Ik vind het echt wel belangrijk dat je gewoon hygiënisch en verzorgd eruit ziet. Maar denk je dat het ook nog invloed heeft op de jury? Nee, dat denk ik niet. Ik heb wel één keer op mijn protocol gehad. Toen had ik wel eens een keer leuk zo'n kleurtje. Blengt kleur aan de sport. Dat vond ik dan wel grappig op mijn protocol. Maar nee, ik denk niet dat het de jury, daar hebben ze niet zoveel van. Tommy zegt altijd, je moet zo goed rijden dat ze niet meer naar jou kijken. Dus. Deze wedstrijd, daar was mijn moeder niet bij. En dan moet ik wel zeggen dat ik al een beetje gespannen was. Omdat ik dacht, van, ik ben helemaal alleen. Nou, ik had echt heel veel zenuwen. Voorheen kon ik echt heel erg druk zijn in de proef, omdat ik dan gewoon helemaal mijn gevoel kwijtraakte. Vandaag, dat ik dan vandaag niet win, ja, dan ga ik ook niet meer vanuit naar zo'n proef. Dus dan vind ik het helemaal niet erg. Ik ben hartstikke tevreden, ik ben echt super blij mee. Ik had nog wel een foutje in de tweeërs. Dus het had iets beter gekund, denk ik dan altijd. Maar ik ben echt super blij met dit.